Er staat een bordje aangegeven bij deze pinda's. Wat op zich niet heel raar is. Een bordje kan overal staan. Maar op het bordje staat... Dit product bevat pinda's. Zou het inderdaad zo zijn dat pinda's het product pinda's bevatten? Pinda's? Er staat een bordje aangegeven bij deze kattenmelk. Waarop staat... Blijf onthouden! Kattenmelk komt niet uit katten. Nee, natuurlijk niet. Kattenmelk komt niet uit katten. Het is voor katten. Wie bedenkt het om zo'n bordje neer te zetten? Mijn naam is DutchTuber. En vandaag nemen wij een kijkje naar de meest onzinnige, meest niet toepasbare, gekste borden. Waarschuwingsborden. Herinneringsborden. Ter wereld. Oh ja, trouwens, ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik een bordje voor me hou. Je denkt dat je sneller bent? Dat dacht ik niet. Ja, je moet gehoorzamen. Hier staat een bordje in de buurt van het zwembad. Probeer niet onder water te ademen. Probeer niet onder water... Oké, nou hé, dankjewel bord. Ik wou bijna gaan zwemmen om onder water te ademen. Hier staat een fireplace, oftewel een vuurkorf waar je kunt genieten van de warmte. En er staat een waarschuwingsbordje aangegeven. Daarop vermeld, waarschuwing, vuur is heet. Oh, ja, is dat zo? Nou, in dat geval stop ik mijn hand er niet in. Even serieus, is er echt iemand die bij zichzelf denkt... Laat ik maar even een bordje bij het vuur plaatsen voordat mensen denken dat het koud is. Ik denk namelijk van niet. Oké, dit gaat sowieso mijn favoriet zijn. Dit is namelijk een koelkast in een supermarkt. En in deze koelkast staan overduidelijk verschillende soorten gekoelde dranken. Maar desondanks dat is er alsnog iemand die er een bordje op heeft geplakt of een papiertje met de tekst... Dit is niet de uitgang. Oh ja, oké. Ja, in mijn land is een koelkast wel de uitgang. Als ik door mijn koelkast loop, kom ik uit in het bos. Waarom zou je dit moeten vermelden? Oké. Hier hebben wij een toilet. En een toilet dat bevat een laagje water, want je moet wel... Kunnen doorspoelen. Alleen schijnbaar vonden mensen het nodig om 2 keer een waarschuwingsbordje neer te zetten. Namelijk, duiken is niet toegestaan. Oké, dus stel je nou eens voor dat jij je zwembroek en je duikkleding en je duikmasker klaar had liggen om een potje te gaan zwemmen in het toilet. Ja, sorry. Dat mag niet. Oh, even serieus. Even buiten alle gang. Is er echt serieus een toilet waar ze op moeten vermelden dat het niet bedoeld is om erin te duiken en erin te zwemmen? Waarom zou je überhaupt in het toilet willen zwemmen? Ja, inderdaad. Raar. Heb jij in het toilet gesprongen, Bob? Oké, dit is misschien wel een van de leukste tot nu toe. Er staat hier namelijk een huis te koop. Hè? En meestal staat er dan ook letterlijk alleen... Te koop. Bel dit nummer en bel me. En misschien kunnen we wel daten. Oké, dat staat er niet. Maar hierboven staat not haunted. Wat betekent dat er geen geesten aanwezig zijn. Ik zou juist een beetje alert worden wanneer iemand bij zijn huis aangeeft. Ja, er zijn hier geen geesten hoor. Geen geesten te bekennen hier. Stil. Ja, ik vertrouw het niet. Maar iemand vond het nodig om aan te geven bij zijn verkochte of te verkopen huis. Te kopen huis. Dat er geen geesten zijn. Slim. Hier hebben wij een bordje in het buitenland waarop staat... Alsjeblieft, ga niet op de krokodillen zitten. Oké, dus ongetwijfeld is het ooit voorgekomen dat daar iemand kwam. Oh, dat was een lange dag. Oh. Ja, ik wil even ergens zitten. Oh, kijk wat een mooie groene stoel met vlijmscherpe tanden daar. Ik ga er naartoe. Nee, tuurlijk mag je niet op krokodillen zitten. Maar dat het aangegeven moet worden is misschien nog wel erger dan dat mensen het doen. Of nee, weet je, dat mensen het doen is wel iets erger. Zeg maar, krokodillen kunnen bijten en zo. Is niet leuk. Hier hebben wij een stoel, of in ieder geval iets van een bepaald soort stof. Met een etiket waarop staat, was dit product wanneer het vies is. Oké, dus waarom? Gewoon, waarom staat dit er? Oh ja joh, ik dacht dat ik het product moest wassen wanneer het al schoon was. Nee, en het wordt hier nog eens duidelijk aangegeven. Was dit product wanneer het vies is? Wij hebben hier een plaatje, een bordje, eigenlijk gewoon een melding op papier waarop staat... Alsjeblieft, lik niet aan de muren van de badkamer. Dankjewel. Oké, dus je wil echt serieus beweren dat de mensen van wie deze badkamer is ooit de badkamer binnen zijn gelopen en dat ze dit zagen. Waarom zou je likken aan badkamermuren? Tenzij ze van chocolade zijn, is daar geen reden voor. IKEA, jullie zijn slim. Echt serieus. Want zeg maar, dit is een showroom toilet. Hè? Dus dit zijn toiletten. Die hebben ze in die IKEA staan om mensen te laten zien. Wij verkopen toiletten. Je gelooft het niet? Hey. Alleen wat ze dus zeg maar doen, is in het gat van het toilet staat er... De dichtstbijzijnde toiletten kun je vinden in het restaurant en café van de IKEA. Voordat eventueel mensen op het showroom
toilet willen gaan zitten. Dit is ook wel heel handig. Er staat hier namelijk een bordje aangegeven bij de lift waarop staat... Attentie! Zorg ervoor dat de lift er is voordat je naar binnen stapt. Er staat eigenlijk gewoon, stap niet naar binnen als je een gat ziet van 20 meter diep, maar wacht netjes op de lift. Ik was ook niks anders van plan hoor, jongens. Deze haardroger werkt op basis van bewegingssensoren. Plaats er alsjeblieft geen popcorn onder. Popcorn? Is er serieus iemand die ongepopte popcorn meeneemt naar het toilet om het zo gepopt te maken? Pop. Dit is hem hoor, jongens. Even kort. Wij hebben hier super scherpe hekken. Zeg maar van die punten, zodat mensen er niet overheen kunnen klimmen. Maar deze mensen in kwestie, de eigenaren van het hek, hebben er wel bij aangegeven... Ga niet op het hek zitten. Moet ik serieus uitleggen waarom? Ik weet serieus niet wat er verschuilt zit wanneer je naar beneden loopt via deze trap. Maar er staat heel duidelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat je er naartoe loopt. Ik zie één bord. Ik zie één papiertje op de muur. Ik zie lint waarop staat gevaar. En aan dat lint hangen ook nog twee papiertjes. Ik ga naar beneden. Handig! Er staat hier een kokosnotenboom met een waarschuwingsbord. Kijk uit voor vallende kokosnoten. Oh, serieus? Er kunnen kokosnoten uit een kokosnotenboom vallen? Ik dacht appels. En dit is echt heel erg handig. Want voor mensen die naar de dierentuin gaan om te knuffelen met leeuwen staat hier aangegeven waarschuwing. Leeuwen zijn gevaarlijk. Moet ik uitleggen waarom? Ja, ze hebben tanden die ongeveer even groot zijn als jouw hoofd. En dan kunnen ze... Ja. Hier hebben wij een bordje van een mannetje wat uitglijdt. Maar gelukkig staat erbij aangegeven, glij voorzichtig uit. Glij voorzichtig uit? Dit is ook wel handig, want dit is namelijk een parkeergarage. En iemand heeft dit bord zitten veranderen. Wat niet is toegestaan, maar goed. Wat er nu letterlijk staat in deze parkeergarage is geen taart. Dus mocht jij je auto parkeren in de garage met het idee daar een lekker stuk taart te krijgen, helaas, vandaag is dat... Niet mogelijk. Wie slaat dit op? Hebben we hier een bord wat aangeeft dat je de verkeerde kant op gaat? Door het bord op de verkeerde kant neer te zetten. Er staat wrong way. Wat betekent verkeerde kant? Alleen het staat... Ja. Oké, deze is leuk. Ik moet toegeven. Er staat hier een bord op de weg waarop staat... Kijk uit voor telefoonzombies. En met telefoonzombies verwijzen ze door naar mensen die de hele dag... Hier staat een bord aangegeven met een megamug die een persoon meeneemt. Waarschuwing, waarschuwing. Loop dit bos niet in, want er zijn megamuggen uitgebroken die personen meenemen. Nee, serieus. Ik weet niet waar dit op duikt, maar dit is heel raar. Maar schijnbaar is dit een ding. Hier is weer een bord wat aangeeft dat er mega-insecten zijn die mensen proberen te ontvoeren. Dit is misschien wel de winnaar, jongens. Er staan hier in totaal 6 borden bij elkaar gevoegd. Waarvan er op één een spin staat, op de andere een gevaarlijke mier. Daarnaast een giftige slang, daaronder een witte haai. Daarnaast een alligator of krokodil. En daarnaast een giftige of stekelige, elektrische en irritante kwal. En daaronder staat dan dat gelijk staat aan helaas overlijden. De komende 4000 kilometer. Dus eigenlijk staat er, de komende 4000 kilometer ga je last hebben van alles wat dodelijk is. Dus kijk uit. Je kunt natuurlijk op de doorsnee manier aangeven dat iemand ergens niet naartoe mag. Maar je kunt ook een tovenaar op een bord plakken die zegt je mag hier niet langs. Want anders tover ik je om tot een kikker. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dit bord te betekenen heeft. Maar wat ik wel weet is dat de mannetjes op het bord er geen zin in hadden en het op het rennen hebben gezet. Of wat dachten jullie hiervan? Dit is een soort van kistje wat aan de muur hangt met de tekst erop. In geval van vuur, breek het glas. En meestal zit er in zo'n soort kistje waarvan je het glas kunt breken iets zoals een brandblusser. In dit geval gaat het om vuur, dus je zou zeggen, water. Maar nee, er liggen wafeltjes met marshmallows en chocolade in. Met andere woorden, in geval van vuur, breek het glas zodat je een koekje kunt roosteren. Is dat een onverstandig idee? Hier hebben wij een verkeersbord die in de buurt is geplaatst van een meer, als ik het goed heb. En hier staat eigenlijk gewoon aangegeven, kijk uit, want je auto kan op zich opgegeten worden door zeemonsters, hè? Dat gebeurt. Nee, dat hoort niet te kunnen gebeuren. Waarom staat er dat er zeemonsters leven in deze area? Ik moet eerlijk toegeven, dit is super belangrijk in het verkeer. Namelijk een bord wat jou vraagt of je wel schone onderbroeken draagt. Want anders hebben de mensen achter je er last van, of zo? En dit is misschien wel de belangrijkste van allemaal. Namelijk een stopbord waaronder staat dat het een stopbord is. Voor als je misschien dacht dat het stopbord een startbord zou zijn of zo, weet je wel. Jongens, ik weet het niet. Ik wil graag van jullie in de comments weten, wat is het meest originele bord wat jij zou kunnen bedenken? Wat zou jij op een bord plaatsen? Waarschuwing SpongeBob. I don't know. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios. Thank you.
waarom zou er een verkeersbord moeten staan voor dieren? Zeg maar, soms heb je in bepaalde gebieden dat er een bord staat met een rennend hert erop. En dat snap ik, want hey, als je in een auto zit en dan een hert en dan boem, en dat is niet leuk. Maar een verkeersbord voor dieren, ik weet niet of dat werkt.